En dan kun je me nog horen. Zeker. Dat is goed. Oké. Okay. Dat was hem dan. Thank you.
Where the fuck did you come from? Oh well. Nothing, I'm just raging at how horrible this game is. I still don't know why I've decided to play Team fucking Rumble. What is Team Rumble? 20 versus 20, man, this is a fucking shit show.
Oh fuck, hey Mats. Well, I'm dead. Thank God it's over. Ik dacht, ik ga lekker even Team Rumble spelen om makkelijk challenges te doen. Oh no.
No, thank you, game. Now all you need to do is not jump scare me by making a closet appear to be a zombie. Alright, well, that was weird. I seem to confuse him by ringing the doorbell. Yeah. Wel, we zijn wat 3 minuten bezig en het is nu wat top 20. Nice.
ik heb eindelijk genoeg goud. Voor de bounty hunter of? Ja, bounty hunter. Nice. Al die jaren. Grinden. Oh, that's not good. He's in a crossfire. I need to get the fuck out of here. Oh, fuck, he's Steen. Steen? Yeah. Ik schoot net te laag en ik hit een steen in plaats van de persoon. Oh, hi! Oké. Last bullshit up in the climb with the punch card. Are you ready for some horror, Anthony? Eerlijk zijn, ik heb het net nog wat op stop gedaan. Dus nog 50%. Oh. Maar oké. Gaat snel. Ja, we kunnen wel wat RD2 spelen dan. Ik heb nieuwe internet. Wat? Ik heb nieuw internet. Oh, nice. Mijn downloads gaan nu snel. Is goed. Nice, man. He doesn't know I'm here. Sneaky. Sneak.
gaat moeilijk met een SMG om te sneaken. But still sneaky. Sneaky in Fortnite? Het is mogelijk, ja. Geloof het of niet. Het zijn spelers, maar meestal zijn het 7-jarig kinderen. Vergeet dat niet. They never check up or behind them. Dit is waar. Ik was ooit een 7-jarig kind, dan ja. Can confirm, I never looked up until I was 8. Indeed. Nee, ik weet niet hoe het zit met fucking mensen die Fortnite spelen, of ja, sommige. Maar... Wat? Ze kijken hier naar boven. Ja. In de game. Wat is er boven dan? Je kan dan niet vliegen ofzo. Wat is het punt? Wat bedoel je? Gewoon omhoog kijken. Ook op... Oké, als je boven bent, ja, duidelijk, maar... Laten we zeggen van, je zit in een soort van standstill stilte, oké? Niemand keek omhoog om te kijken van, oh, is er iemand aan het snijpen aan ons? Nee. Oh ja, zo ja, dan. Snap je? Zo ben ik tilte, moet je omhoog kijken. Nee. Mensen kijken meestal gewoon in de fucking deurtjes van open gebouwen. Where did my ammo go? Game, give me my ammo back. What? Okay. Nice. And now I have to play another game because I didn't get top 50 because I placed number 51st. Nice. So close. You gotta love this game. Really. I just wanna have fucking fun, I don't wanna be sweaty like the rest of them. God damn it. You have to meditate. You have to find your inner calmness. Only then. Oh, you I am calm. Like, I am perfectly calm. It's just... Het is gewoon... Zo irritant van... Je bent gewoon leuk bezig. Je focust niet eens op de game, maar je focust op om met anderen te spreken. Maar nee, want Timmy, 11, vanuit fucking Frankrijk, moet even een 90 kranken en even zijn pump pakken en in mijn reet stoppen. Wat? Hier komt mijn telefoon. Wat is belangrijk? Nee, is iets belangrijks. Nee. Oké. Was dat sarcastisch? Nee, ik heb niets belangrijks verteld. Nee. Ik zat gewoon hier gewoon te. Huilen over het feit dat gewoon mensen deze game zo serieus nemen. Van... Dat is bij elke game zo. Ja, maar van... Je speelt casual en... Er is een ranked modus. Go play ranked. Okay, I'm trying to get content here, dammit.
don't want to be dealing with little Timmy, 7 years old, shoving his pump shotgun up my ass. My mission this game is to find 3 chests and then I'm done with this game. I'm just gonna suicide if I don't have anything good. On solo mode is so sweaty. Ik ben nu een minuut bezig en we zijn nu al met maar 60 mensen. Het is nu al een top 60 situatie. Wat moet je halen dan? Nee, ik heb het al. 50. Ja, ik heb de 50 al. Maar ik bedoel, just gonna find someone, hope they kill me. If not, then no well. Die moet die medailles krijgen. Can eat these mushrooms. It's my only hope. My only way out will be the shrooms. Shrooms. It's always the shrooms. Shrooms is life. Hey, a rare chest! Yes, thank you for giving me a shotgun. Maar ik kan complain because it's gold, but still. I'm just gonna get one pumped anyway. Because apparently I just suck at the game and every time I go for a headshot I just get hit for 12 to 40. Alright, I'm suiciding. Oh, I survived. That's not suicide. It's attempted suicide. Yes. As soon as I see someone, I'm just gonna hide in that dumpster. You know what? Because it's just such a joke, I'm just gonna take 2 shotguns. I'm gonna take the toxic pump with me. De eerste cirkel is net begonnen en we zijn nu al met 31 mensen.
I don't know what this guy was thinking, but thank you for the loot. Wat is er dan? Hij kwam gewoon met zijn bootje tegen me aanvaren van hey! Ik zet hoe dat doorgaan. Wat? Ik zet hoe dat doorgaan. Nee, ik heb natuurlijk 3 keer achter elkaar geshot of 4 keer, ik weet niet. Ik zal zo meteen even terugkijken. Als ik er zin in heb. In ieder geval wordt allemaal headshots. Maar hij kwam weer rustig met zijn bootje aan. Op de grond. Is dit in dat geval varen of rijden met de boot? Op de grond. Rijden. Nou wacht, ligt van de wielen. Nee. Ik denk rijden. It's probably because the last time you checked, boats didn't belong on the ground. Well, welcome to Fortnite, where I just shot a rocket to let someone fall to their death. And that, kids, is why you reinforce your walls and ramps. And also why you don't sweat. In the game, at least. Sweating is healthy. Indeed. But none in games. Don't sweat in games. Well, I'm always waiting for that. Ik bedoelde meer van het van de speelstijl, maar oké. Okay. Oh, spawn de beelspieler. En ja, er is een karakter die momenteel zweet in Fortnite, ja. Je weet, die ene die ik aan had, die blauwe. God, ga van de computer weg. Fucking god. Fucking hell. Oh shit. Heeft ze iets weggedrukt? Ik weet niet. Volgens mij niet, oké. Okay. Kan je me nog horen? Wegwezen. Yeah. Weg. Fucking hell. Ik zie wat lag en dat is niet goed. I don't like that. Oh well. Was close. Where you at? There you at. Yay. I got a kill. Congratulations. Thank you. Thank you. Where's your sniper? Need that. Actually, yeah, we'll leave this behind.
Nou, Zeus. Ah, fuck. Did I get her? Ik hoorde iets, maar ik weet niet of ik hem heb. Ja, ik heb hem. Oké, nice. Ah, we traded. Oh no, if I was a millisecond faster. Ik heb iemand gekillt, maar ze heeft mij ook tegelijkertijd gesniped. The fuck is happening? We traded, are you kidding me? Oh well. Ik kom je even joinen naar dit 2. Reddit. Oké. Oh wacht, ik zie al wat er misschien is gebeurd. Oh fuck. Well, first of all, she managed to get the cables off of my